Ja. Welkom bij Topnames. Een goedenavond. Willem van Roosmalen is te gast. Willem, je bent van Home Run. Wat doe je? Wat ik doe. Wat doen jullie? Wat Home Run doet is heel simpel. We zijn recruitment software voor de creatieve industrie. Dat is mooi en ik ben blij met deze korte samenvatting. En leg het nu nog even uit. Wat kan die software? Eigenlijk focus op klanten die nu op een hele traditionele manier nog mensen proberen aan te nemen. Dan zien we eigenlijk dat er drie dingen een beetje fout gaan, waarop Home een oplossing biedt. Wat fout gaat aan de ene kant is dat vacatures die zij online zetten vaak hele saaie, objectieve of rationele teksten zijn, functie eisen en een beschrijving. Eigenlijk als je vanuit marketing denkt, meer een briefing, interne briefing. Dit is waar degene die bezoek aan moet voldoen. Die helemaal niet tot de verbeelding spreekt of aansluit bij een specifieke doelgroep. Twee, eigenlijk hebben sollicitanten ook weinig ruimte om wat persoonlijks over zichzelf te vertellen. Vaak is het een gekopieerde motivatiebrief. En drie, het is vaak een zooitje om die sollicitaties te behandelen. Heel simpel, 80 sollicitaties komen in een e-mail inbox terecht. Iemand gaat die doorsturen naar degene die daar, naar de persoon die daar een mening over moet hebben. En dat is een weerwar van communicatie. En dan is er een spreadsheet waarin ze wat bijhouden. Nou, Home lost die drie dingen op door aan de ene kant bedrijven in staat te stellen om vacatures te maken die een stukje persoonlijker en authentieker zijn. Twee, de bedrijven zijn ook in staat om zelf een sollicitatieformulier samen te stellen, zodat je zelf kunt bepalen wat je van een sollicitant kunt weten. Dat sollicitanten dus ook meer ruimte hebben om wat meer over zichzelf te kunnen vertellen. En drie, die sollicitaties komen allemaal online binnen, waardoor je eigenlijk het hele proces van beoordelen een stukje effectiever maakt, waardoor je veel tijd bespaart en daardoor ook kosten bespaart en daardoor ook de moeite waard is om überhaupt voor het laatste gedeelte al iets te betalen voor. Ja, kun je van het laatste, want dat laatste snap ik, dat online kan en daardoor simpeler kan, kun je... Ja. Even een voorbeeld geven hoe dat dan bijvoorbeeld kan werken en waar nu dat laatste gedeelte? Ja, zeker. Nou, stel wij werken bij hetzelfde bedrijf. Ik ben een recruiter. Ik vraag eigenlijk aan jullie van wat maakt deze plek nou eigenlijk bijzonder om te werken. Ik vraag vooral wat willen jullie weten van jullie sollicitanten? Nou, dat kan zijn, normaal zou je gewoon een standaard brief hebben. Ik vind het leuk om hier te werken, omdat de laatste trends worden gevolgd. Maar eigenlijk zijn jullie benieuwd naar wie zijn nu jouw drie helden? Welke sites check je dagelijks? Wat doe je naast je werk voor hobby's? Omdat jullie dat belangrijk vinden. Net hiervoor hadden we het even over voetbal. Voor welk land sta je? Dingen die een beetje een persoonlijk kijkje geven ook naast iemands... Die iemand zelf eigenlijk niet zo snel ook zou noemen. Nee, niet zo snel zou noemen. Want hij denkt dat hij ergens anders aan moet voldoen. Ja, juist. Ja. Aan de ene kant zet je daarmee ook een beetje de toon, waardoor bepaalde sollicitanten nog enthousiaster worden. Maar wat er aan de achterkant gebeurt is, als ik die vacature maak... aanmaak als degene die in ons team verantwoordelijk is voor de vacature, dan nodig ik jullie uit. Dan zijn we voor mij samen een team, een hire team noemen we dat. En jullie krijgen dan één mailtje, dus ik ga jullie niet meer jouw 80 sollicitaties doorsturen en jouw 80. Maar je krijgt één mailtje waarin je bent uitgenodigd en wij drie krijgen allemaal een eigen persoonlijke inbox. Online log je in op je Home account, krijg je eigenlijk zoals e-mail, krijg je alle sollicitaties, alle sollicitanten aan de linkerkant, de profielen in het midden en rechts de mogelijkheid om zo snel mogelijk die 80 sollicitaties eigenlijk te beoordelen, zonder dat je daar zo veel tijd mee kwijt bent. En dat doen we eigenlijk heel simpel door dat je sterren kunt geven, net zoals je met films doet. Vind je iemand meteen heel goed, 5 sterren, vind je iemand verschrikkelijk, 1 ster. Vroeger moest je dan een mailtje sturen naar mij terug van ik vind deze persoon toch niet zo goed. Al die kleine handelingen kosten best veel tijd. Vervolgens... Misschien kan ik het even laten zien, Martinus. Want ja, zou leuk zijn. Ik heb een demo opgestart. Ja. Top. De pagina die ik nu voor heb, er staat een vacature daarbovenaan, een product manager. Ja. Ik heb 8 sollicitanten. Ja. Dit zijn de profielen. Dat je net vertelde, hè. Dus daarin de sollicitanten. In het midden het profiel van één iemand, maar kan ook het profiel van iemand anders klikken. Ja. Dit is een beetje de timesaver, want dus de... En hier kun je dan dat raten. Dus dat kun je raten, ja. En je laat een notitie achter. Als je Lieven in dit geval bijvoorbeeld kent, dan krijg ik hem weer een berichtje van jou. Van, leuk, Lieven ken ik, dat is een goeie, laten we die erin houden. Tweede overzicht. Nu, omdat het een demo is, zijn er geen judgments. Maar normaal hebben wij allemaal onze rating doorgegeven.
waardoor eigenlijk de gemiddelde rating van iemand bovenaan komt te staan, zodat je al meteen een soort van kaf van het koren hebt. Ja, snel een selectie. Die mensen kun je ook, die 70 die zijn afgevallen, die kun je meteen, een beetje cru, maar die kun je bulk allemaal afwijzen. Dat scheelt je ook heel veel tijd. Hoeft niet, mag wel. En het laatste statusbord, het derde tapje, als je die kunt openen. Ja, dat is de statusbord. Dat is eigenlijk de plek waarin je van 80 naar 10 bent gegaan. Je hebt er 10 over en eigenlijk wil je het ene overzicht zien. Hey, deze dan zeg snaak, ik van, nou, ik wil, die willen we toch even mee skypen. Ja. En, dan, en dan kun je daarmee communiceren. Dus eigenlijk versimpelt dit een beetje de, het proces. Okay. Weet je, dat vond ik hier zo leuk aan. De wereld van HR is niet de wereld waarin ik dagelijks in verkeer. Maar ik werd vrolijk van die site van jullie. Ik werd vrolijk van, ik dacht, ja, dit is, je wilt, hier wil je een sollicitatie opzetten. Ja, dat, je hebt heel veel... Kijk, nou, het leek me ook bijna leuk om mensen te gaan werven. Dat bedoel ik. Ja, nee, dat is wat ik ook bedoel. Ik dacht van, dat is leuk. Ja, het valt me trouwens wel op dat er de laatste tijd ongelooflijk veel producten en tooling beschikbaar komt voor de HR-markt. Ja, we hebben hier de laatste paar maanden echt wel een paar aan tafel gehad. Ja, nee, absoluut. Niet zo heel specifiek op wat jullie nou doen. Nee, maar en terecht denk ik ook. Ik denk dat het een markt is die aan de ene kant steeds relevanter wordt. De war on talent is een veelbesproken onderwerp op in alle platforms en alle tijdschriften. En als je daar een goede oplossing voor biedt die eigenlijk een relatief vastgeroeste markt een beetje kan losvrekken, dan is daar vanzelf wel vraag naar en is het ook een beetje logisch. En als je zelf een business hebt, is er dus ook geld. En is er ook geld. Ja. En goed, al is onze strategie wel om niet veel te verdienen aan weinig klanten, maar weinig te verdienen aan veel klanten. Dus het is voor elk bedrijf ook al oprecht de moeite waard om te betalen wat je ervoor betaalt. Omdat het eigenlijk in het niet staat met de kosten die bespaart, of de kosten die je eigenlijk kwijt bent, maar kleine bedrijven geen idee van hebben dat ze die aan het uitgeven zijn, want die zijn heel erg verborgen allemaal. Hey, jullie hebben gelijk al best een groep behoorlijk prominente klanten weten aan te haken. Ik noem maar een paar, Blendel, De Correspondent, Next Web, 538. De Student Hotel. Fabriek, de Next Web. Student Hotel hier vlakbij. Ja. Heb je heel veel sales opgezet? Heel veel geïnvesteerd in marketing? Of gaat dat Nee, we hebben eigenlijk nog helemaal geen marketing gedaan. We hebben geen marketingstrategie. Die ben ik nu aan het opzetten voor dit jaar. Yeah. Vorig jaar eigenlijk alleen maar op producten gefocust. We zijn vorig jaar in februari ook pas live gegaan. Ik denk dat aan de ene kant, als je gewoon een goed product hebt, dan wordt alles via mond-tot-mond reclame eigenlijk wel doorverteld. Heel veel recruiters die zijn in contact met elkaar via LinkedIn-groepen en die raden elkaar tools aan. Zo zijn eigenlijk heel veel klanten via erbij gekomen. Ik denk dat het ook heel veel scheelt dat wij ook ons focussen. Er zijn heel veel software systemen die dit doen en wij focussen ons echt specifiek op de creatieve industrie. Daar worden we ook het meest blij van, daar zijn we ook het beste in. Daarin willen we de beste worden. In die andere industrieën hoeven dat niet te zijn. Ik denk dat dat heel veel bedrijven aanspreekt. Als je ook kijkt naar die Blendel, Correspondent, Student Hotel, het zijn allemaal merken of bedrijven met een creatief DNA. Dus dat scheelt heel veel. Daarmee heb je meteen het antwoord de vraag beantwoord van Marco Dexen. Die zegt, de HR-markt wordt overspoeld door tools. Deze ziet er goed uit. Welke klant hebben jullie al? Nou, die heb je beantwoord. Ja. En Bert de Boer, want daar gaat hij ook nog even op in. Die zegt, wat onderscheidt jullie nu van de 679.800, heel veel in ieder geval, andere recruitment, match en management systemen die er zijn. En je hebt nu toch al artificial intelligence systemen. Je zei net, wij focussen ons heel erg op een bepaalde markt. Ja. Welke andere elementen vind jij dat waar jullie onderscheidend zijn? Nou, ik denk onderscheidend is moeilijk, want in het vorige gesprek net al hadden we het al over de grote bedrijven in Amerika die eigenlijk zoveel meer mankracht en budgetten hebben dat ze makkelijk features kunnen nabouwen. Maar wat wij heel erg vinden, en dat is ook waar de creatie misschien heel erg behoefte aan heeft, is dat een match tussen een toekomstige werknemer en een bedrijf niet alleen maar gaat om de juiste skillset hebben, waar eigenlijk alleen maar op wordt beoordeeld en alleen maar om wordt gevraagd en alleen maar naar wordt gecommuniceerd. Maar dat ook gaat over matchen op cultuur. Pas je als personen bij elkaar? Klikken wij
Dat vroeg ik me net ook al af toen je dat zei. Marco Dirksen vraagt dat nu ook. Maar wat is dan, waarin onderscheidt dan de creatieve sector zich eigenlijk van elke andere sector? Want nou, geldt toch voor elke vacature, voor elk bedrijf. Nou, dat cultuur belangrijk is, dat het moet matchen. Nou, ik denk dat de realisatie bij de creatieve industrie altijd wat eerder is van dat soort dingen. Als het gaat over trends. Dus je beschouwt ze meer als een eigenlijk een beetje als voorlopers. Ja, maar dan gaat het niet over dat ze op een andere manier hun personeel zouden moeten werven. Nee, zeker niet. Nee, ja. Het zijn meer voorlopers. En ik denk dat, er zijn aan de ene dus kant... het is meer een middel om... Om een doel te bereiken. En aan de ene kant is het denk ik die focus op skills en cultuur die we heel belangrijk vinden. En waar we toe bedrijven in staat stellen. En aan de andere kant... mijn achtergrond is echt in de merkenwereld, in marketing en design. Mijn andere co-founder Thomas heeft ook echt een design achtergrond. Dus zowel het product aan de achterkant die je net even al liet zien, maar ook de, het zijn allemaal hele nare termen waar ik een hekel heb, maar dat heet dan met een chic woord de applicant experience. Mm-hmm. Dus de ervaring van de sollicitant om te solliciteren. Daar hebben we zoveel aandacht aan besteed om het prettig te maken. En ik denk dat heel veel bedrijven dat ook belangrijk vinden. Die hebben allemaal hele mooie merken. De Student Hotel, Blendl. WeTransfer. Merk is ontzettend belangrijk. En wij stellen in staat om een vacatures en een werkenbijsluit te maken. Of dat kunnen die klanten doen met Homer. Die helemaal aansluit bij hun merk en bij hun huisstijl. En als je kijkt naar werkenbijsluit van MKB-bedrijven. Als ze er al eentje hebben. Het voelt meer als een database waar je in iets moet invoeren dan... een prettige omgeving waar je wordt uitgenodigd. Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens dat het heel hard nodig is dat er in dat segment geïnnoveerd en vernieuwd wordt. Ik zat laatst nog bij een van de clubs waar ik bij betrokken ben. Die had een profielschets gemaakt voor iemand die ze zochten. En die kreeg ik onder ogen. En daar stond inderdaad wel vrij goed beschreven wat de organisatie eist. Ja, juist. Maar ik vroeg, zou het misschien ook nog leuk zijn om er iets in te zetten waarom iemand hier... zou willen werken. Ja. Weet je, ik zie zo vaak nog steeds dat soort vacatures langskomen. Maar dat gezegd hebbende en dus dat er grote behoefte is aan innovatie... vraag ik me toch af waarom jij en je co-founders er dan voor hebben gekozen... om in zo'n sector, wat Bert de Boer ook al zei... waar 800.000 anderen ook bezig zijn met dit soort tooling... om je toch hierop te starten. Ja, misschien ook een beetje vanuit... de fascinatie ligt bij onze liefde voor de creatieve industrie... onze visie... En misschien kan je nou even iets over vertellen, want jullie hebben ook een hele leuke pivot, noemen we dat tegenwoordig, zeg maar, gemaakt. Want jullie deden iets heel anders hiervoor. Ja, nou, je ziet het is niet een pivot, in principe is het een tweede bedrijf. Het andere bestaat ook nog. Ja, samen met Thomas heb ik 10 jaar geleden dit jaar Fontenelle begonnen tijdens onze studie. Ik leerde kennen bij Studio Dunbar, een ontwerper in Rotterdam. En zijn samen met 3 jongens eigenlijk... een reden gaan zoeken of een excuus om onze helden te kunnen interviewen. De grote strategen en ontwerpers van deze wereld. Heel erg gefocust op grafisch ontwerp, identity design, advertising. En dat had 10 lezers en toen 100 en toen 1000 en toen 10.000. En voordat we wisten, binnen 3-4 jaar waren we in één keer een hele grote speler in een hele kleine niche. Toen als verdienmodel hebben we een vacaturebank opgericht. Omdat we op zoek waren naar een verdienmodel waar we... een goede nachtrust ook door hadden, waar we achter stonden. En ook omdat er gewoon vraag naar was. Zowel bedrijven die zeiden, hey, ken je niet iemand? En creatieven die zeiden, hey, ken je niet een leuk bedrijf van mij? Die vacaturebank die loopt nog steeds, loopt heel goed. Ja, dat zag ik ook. Want jullie hebben daar gewoon 40.000 unieke bezoekers per maand. Dus in het hart van een doelgroep. Dus dat is logisch en dat alle, je dat bereik... Ja, en alle grote klanten van Coolblue tot de NOS... en alle agencies die weten ons te vinden als ze creatieven willen zoeken. En dat is eigenlijk ook het bruggetje naar Homerun. Wij zagen die vacatures op onze eigen vacaturebank voorbij komen. Ik dacht van, die wow, allemaal hetzelfde dat kan beter. Waren. En wij kenden die bedrijven, we kenden die mensen persoonlijk. We dachten, alles ziet er hetzelfde uit. Terwijl we zien dat bedrijf A zoveel anders is dan bedrijf B. Ja. Eerst hadden we het idee om die vacaturebank dan aan te pakken. Dus laten we die profielen rijker maken. Zodat bedrijven op Fontenelle de mogelijkheid hebben om zich rijk en authentiek te profileren. Maar toen gingen we naar een site kijken. Ja, die site is om nieuw business binnen te halen. Maar niet om nieuwe mensen binnen te halen. Dan ga je een beetje onderzoek doen. Kom je op Airbnb, Google, Facebook. Die hebben allemaal werken bij sites. Werken bij Google. Met prachtige filmpjes en interviews met collega's. Waardoor je helemaal een beeld krijgt van die wereld. Ja. Maar die hebben ook de mensen, de mankracht en de budgetten daarvoor. En dat was eigenlijk voor ons de reden van, hey, wat nou als wij een tool kunnen maken
dat die kleinere bedrijven die niet die budget hebben, maar ook die know-how niet, die zijn er helemaal niet mee bezig, maar puur doordat ze een tool gebruiken, gaan ze op een andere manier eigenlijk over hun bedrijf praten en mensen aannemen. En dat is eigenlijk de, vanuit misschien naïeve of enthousiaste gedachte, wij gaan het gewoon doen en we geloven in dat. Maar je zag gewoon vanuit je eigen ervaring dat daar iets te doen was. En we hebben een netwerk in Nederland natuurlijk ook. Logisch. Nog even terugkomen op ons vorige gesprekje. Marco Derksen zegt ook op Twitter, waarin jullie je onderscheiden, want dat was even de vraag, is dat jullie je richten op dat selectieproces. En hij zegt, dat is heel slim, want dat is ongelooflijk suf en saai werk om dat goed onder controle te krijgen. Ja. En jullie maken dat gewoon leuk. Eigenlijk maken we het prettig. Ja. Het viel mij ook gelijk op, hoor. Daar komt die naam Homelen ook een beetje vandaan. Het is bijna leuk om met die kandidaten te browsen en te zeggen, nou ja, die is qualified, die gooien we weg. Ja. Maar misschien is het nog steeds een vermoeiend taakje, want vaak van de 80 zijn er 70 vaak verschrikkelijk. En ook dat is niet leuk om te doen. Maar je maakt het in ieder geval minder onprettig. En we denken dat is ook waar onze naam vandaan komt, is Homerun is een beetje een link naar het belang van dat je het met een team doet. Een beetje cliché, maar ergens is nu nog steeds bij bedrijven die niet iets als Homerun gebruiken, valt recruitment een beetje onder accounting of zo, administratie doen. Eén iemand en die is een beetje de sjaak. Die moet dan al die mailtjes doorspitten. Niemand heeft er zin in. We horen van heel veel mensen die verantwoordelijk zijn voor recruitment van niemand in het bedrijf checkt die sollicitatie. Ik moet ze mega achterna zitten. En eigenlijk zorgen we met Homerun ervoor dat teamgevoel, dat wat makkelijker is en dat het ook voor mensen die heel even terwijl moeten stoppen met nou juist het enige is in baseball wat je zonder team kunt. Gewoon. Ja, maar goed. Je vindt een klap tegen die bal, dan kun je helemaal in je eentje. Ja, maar toch doe je het met z'n allen, denk ik. Er staan er meestal nog andere spelers op het veld die dan ook extra punten kunnen scoren. Ja. En ik vond het een mooie, het heeft een soort van alliteratie, homerun, HR. Dat is goed, zeker. Dan komt die merkachtergrond weer een beetje naar voren. Dat is zeker, zeker mooi. Je zei, we kennen Nederland, we kennen deze wereld. Wat zijn jullie internationale ambities? Die zijn er en die zijn ook heel groot. wel met mate. Als je kijkt naar planning, waar we eigenlijk vorig jaar, wat ik net al zei, op het product hebben gefocust, gaan we dat nu echt doen op marketing. Dat betekent meer bedrijven moeten van het bestaan af weten. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Wij willen uit dit jaar gaan nemen, dit komende half jaar nog gaan nemen om te testen wat voor ons goed werkt. Zodat we daar een soort van bewezen kanalen hebben of manieren hebben waarop we op een integere, leuke manier ons publiek kunnen bereiken. Mm-hmm. En als we dat weten, dan kunnen we dat gaan inzetten om volgend jaar, 2017, om dat wat meer internationaal te doen. Ja. Jullie zijn vorig jaar begonnen, zei je? Ja, echt alleen maar live gegaan is wel. Live gegaan. Hoe lang hebben jullie gebouwd daarvoor? We zijn in februari live gegaan. Daarvoor zaten we volgens mij 3 maanden in beta. Dus dan hebben we een stuk of 20, 30 klanten het achter de schermen al echt gebruikt. Ja. En ik denk daarvoor hebben Thomas en ik nog wel part-time, klein halfjaartje, gewoon langs geweest bij bedrijven, kijken hoe het ging, de spreadsheets gezien waarin ze alles probeerden bij te houden, verhalen gehoord van mensen die... En waar staat dan je bedrijf nu? Want je hebt best een indrukwekkende klantenlijst, hadden we het net al even over. Ja. Volgens mij heb je nog maar 3 mensen in het team. Of is dat, we zijn nu met z'n vieren. Oké, nou dat is dan niet meer up-to-date. Ik zat op LinkedIn. Op Crunchbase te kijken. Oh, Crunchbase. We zijn er helemaal bij. Ja. Dus je team is nu aan het groeien. Maar qua financiering bijvoorbeeld, hebben jullie dit allemaal zelf gefinancierd tot nu toe? Eigenlijk hebben we alles altijd gefinancierd zelf, en vanaf december, ook met het geluk dat Thomas en ik al gewoon een salaris konden halen uit Fontenelle. Ja. Waardoor we eigenlijk zelf konden investeren in Homerun en niks terug hoefden. Tot deze maand, voor het eerst hadden we wat geld eruit kunnen halen. Maar eigenlijk vanaf december vorig jaar al een beetje break-even. Maar wel op zoek gegaan naar een investering om eigenlijk ervoor te zorgen dat we de plannen die we voor dit jaar hadden niet uitgesmeerd over het jaar konden uitvoeren, maar nu al. Dus we hebben kleine investeringen opgehaald aan het begin van het jaar bij een informele kleine investeerder. Maar klein, waar moet ik dan aan denken? 2 ton. Twee ton, ja. Okay. En daardoor zijn we dus nu op zoek naar 3 mensen.
zit al wel redelijk laat in die fase. Ja, dus gaat... je mag je eigen tool nu gebruiken? Ja, eigen tool gebruiken. Heel leuk en ook heel frustrerend. Ja. Je komt ook dingen tegen die nog niet zo goed werken. Hey, waar zoek je die mensen? Zijn dat je marketingmensen juist? Waar moet je de groei uitkomen? We zoeken een designer, een developer en een content marketeer. Eigenlijk een extensie van de drie partners met wie we Homerun zijn begonnen. Thomas is een designer die voor product verantwoordelijk is. En hij zoekt eigenlijk iemand die hem een beetje kan ontlasten. Bob is nu de enige developer, een technisch partner ook. We zoeken echt een full-stack ontwerper die hem eigenlijk kan aanvullen. En ik ben verantwoordelijk voor de marketing en ik zoek iemand die met mij samen marketing gaat doen. En dan hebben we Jody nog in dienst en zij is eigenlijk verantwoordelijk voor de operations en support. En zorgen dat alles goed en soepel verloopt. Hey, ik zei het eerder al, ik vind de site echt super. En je denkt echt, is er nog een vacature te bedenken om te starten? Aan de andere kant denk ik ook, als ik met jou zit, je bent begonnen vanuit die fascinatie voor... Ik wil gaan praten, interviews gaan doen met al de creatieve genieën, die we kennen. Ja. Ja, dan is HR een beetje een suffe business. Ja, absoluut. Als je mij 2 jaar geleden als ik hier had gezeten voor Fontanel dan, en je had me gezegd, je hebt een recruitment software, dan had ik je denk ik heel hard uitgelachen. Maar ik denk dat dat juist de reden is dat we dit zijn gaan doen. Dat het zo mega suf is. Terwijl het gaat, ook weer heel cliché, maar het gaat om mensen. Het gaat om, en vooral in de ketenindustrie, ik denk dat het in andere industrie ook al eens is, maar die industrie is mij bekend. Dat zijn mensen die enorm veel passie voor een vak hebben en daar ook buiten werk enorm veel mee bezig zijn. En ook een heel hecht wereldje is. Dus als we daar iets in kunnen betekenen en het leuker maken, of daardoor mensen een baan vinden die beter bij hen past, die ze anders nooit hadden gevonden, dan vind ik dat super interessant. En nu gaan we dus marketing doen met Homerun en waarschijnlijk gaan we ook, of we gaan eigenlijk binnenkort een blog lanceren, een beetje zoals met Fontanel, waarin ik weer eindelijk de mogelijkheid heb om mijn helden, maar dan internationaal, te kunnen interviewen over groei, over hoe het is om teams te bouwen voor Homerun, maar wel ook vanuit de persoonlijke passie om een helden nog steeds te kunnen interviewen. Ja. Ja. Dus je zegt eigenlijk wel van dat model, dat is eigenlijk challenges, hè, maar voor mij... persoonlijk wel interessant. Je zegt van, we gaan een blog starten wat informatief is, waar we zelf kennis en informatie uithalen, voor anderen ook interessant is, wat eigenlijk als een soort bijeffect heeft, dat mensen kennis gaan maken. Er zijn heel veel kanalen die je in kunt zetten om naamsbekendheid of klanten te werven. En dat kan SEA zijn, Google Ads, social advertising zijn op Facebook, je kunt op events staan, je kan dingen als dit gaan doen. Maar wij geloven heel erg in content, omdat dat onze achtergrond is. Ja, en omdat... dat heb je natuurlijk met Fontanel ook in je vingers en je weet hoe het werkt. Juist. Ja, slim. En dat vinden we leuk ook, dat is ook belangrijk. Ja, dat spreekt Erwin heel erg aan, want het is in feite wat wij natuurlijk ook altijd doen. In de zin van gesprekken voeren met mensen die we interessant vinden. Ja. Wij leren ervan en vervolgens vinden andere mensen dat ook heel erg leuk om te lezen of te bekijken. En die pretenderen wij ook niet soort van alles te weten en de oplossing te bieden. Misschien is dat wel leuk om te vertellen dat we Homerun heel erg hebben neergezet, geïnspireerd op Lego. In de zin van als ik jou 20 Lego blokjes geef en ik geef jou 20 precies dezelfde en mij precies dezelfde. En we gaan even 10 minuutjes zelf iets bouwen en we leggen het weer op tafel en maken we allebei helemaal iets anders. En dat is ook het idee van Homerun, is dat... Je werkt ook letterlijk met building blocks. Zo bouw je een vacature op, zo bouw je een sollicitatieformulier op. Dat we je heel erg in staat stellen om bedrijven op hun eigen manier vorm te geven aan een proces of over zichzelf te praten. Dat wij dat niet bepalen voor jullie, maar dat wij eigenlijk alleen maar de tools bieden, net zoals Lego dat doet, om zelf iets te kunnen creëren. En, dat is wel heel leuk. Ja. Voor internetbedrijven is het belangrijk dat je een soort van viral ding hebt, hè? Dat mensen met tegen elkaar zeggen of elkaar zien. Ja. Waar zitten jullie virale elementen, denk jij? Nou, dus, dat is goed dat je het vraagt. Eigenlijk wat ik net in het begin zei, dat die vacatures bijna meer briefings zijn. Dus interne werkdocumenten met een rationeel lijstje van functie-eisen. Geen één werknemer die al daar werkt, herkent zich daarin. Misschien moet je wel met... TweetDeck werken, maar dat is niet wat deze baan typeert. Nee. Dus omdat die verhalen veel meer, of die vacatures, veel meer als verhalen gaan gedragen, omdat je de ruimte hebt om meer een verhaal te vertellen in plaats van een bullet point lijstje, gaan verhalen spreken veel meer aan. Dus verhalen worden makkelijker gedeeld.
ze merken juist, en sommige van onze klanten die zijn er al wat verder in. Blendl, daar werken we ook heel hecht mee samen. Aan de ene kant omdat zij heel erg geloven in onze visie en ons de ruimte geven om ook te experimenteren live met hun eigenlijk recruitmentstrategie. Dat die vacatures van hen zijn ook eigenlijk geen vacatures. Het zijn gewoon, het is storytelling. Het zijn gewoon mooie verhaaltjes. En iedereen bij Blendl herkent zich erin. Andere mensen die vinden het tof. Daardoor wordt het gedeeld. Daardoor wordt het meer gedeeld. Maar wij weten uit onderzoek weer dat via mensen die binnenkomen veel langer blijven en daardoor eigenlijk goedkoper zijn. Ja, misschien is het voor de kijkers ook wel leuk, want jij vergeleken net met Lego, om daar toch ook nog even heel snel even doorheen te lopen hoe je dan zo'n vacature bouwt. Ja. Ik heb hem hier voor staan, dus ik heb nu een vacature geopend. Zeg nou, oké, laten we eens, dan kun je de vragen die je aan je sollicitanten gaat stellen, de application form, kun je hier... De inslepen eigenlijk. De inslepen kun je gaan samenstellen. Ja. Dat werkt dan waarschijnlijk niet in de demo die ik nu doe. Nou, dit is eigenlijk een soort uitlegschermpje. Dit is het uitlegscherm, oké. Got it klikt. Nou, we zoeken een presentator voor topnemers. Ja, nou, dan zie je eigenlijk het witte balkje en daaronder zie je een grijs balkje. Dat zijn eigenlijk twee blokjes al. En daartussenin zie je een plusje en daar kun je een blokje toevoegen. Oké, daar kun je een blokje toevoegen. Stel je klikt nu bijvoorbeeld op Instagram, die rechter. Heeft iemand van jullie Instagram? Ja, zeker. Nou, dan... Dan vraag je dus aan een sollicitant eigenlijk, zeg van nou koppel... Nee, dit vraag ik aan jou als klant, als bedrijf. Okay. Ja. Koppel je nu je Instagram aan. Wat eigenlijk al voor jou een heel makkelijke manier is om al iets meer inzicht te geven in de cultuur en achter de schermen van je bedrijf. Precies, je koppelt het Instagram-account van het bedrijf. Nou, dat duurt altijd eventjes voordat dat... Maar goed, we hoeven het niet helemaal door te lopen, maar het gaat even om het idee hoe je... Ja, nou, bijvoorbeeld, je kunt er ook wat tekst intikken. Waar we heel erg veel aandacht aan besteden, is dat het makkelijk moet zijn om zo'n vacature te maken. En dan zijn jullie redelijk technisch ingesteld, maar ook recruiters moeten hiermee werken. Die moeten niet in moeilijke formulieren werken. Dus eigenlijk is het een soort van live editor. Dus zoals je... Ja, maar dat is ook gewoon wat ik ook vind dat je dat wil. Dat wil je. Net zoals je bij Medium, niet iedereen publiceert dat is, daarop. Dat is eigenlijk een Medium editor. Je publiceert eigenlijk in de pagina, zoals je hem ziet, werk je eigenlijk. Ja. En niet op de achtergrond in een ingewikkeld CMS of wat dan ook, maar what you see is what you get. Ja. Nou, als je dan op het tweede tapje klikt bij application form, dat is eigenlijk die plek waar je net even het uitlegscherm van zag. Ja. Hier kun jij bepalen wat sollicitanten van zichzelf moeten of mogen invullen. Ja. Dat kun je helemaal zelf bepalen. Wil je geen vragen stellen, want wil je gewoon de drempel zo laag mogelijk maken, dan zet je alles uit. Ik hoef dit allemaal eigenlijk niet te weten waar je woont, wat interesseert mij dat. Tik het allemaal uit. Het land, dat maakt me ook niet uit. Stel je zoekt developers. Of je telefoonnummer ook niet te weten. Stel je zoekt bijvoorbeeld hele mensen die moeilijk te vinden zijn, dan zet je eigenlijk alles uit. Dan hoef je alleen maar een naam en e-mail achter te laten, even in extreme. En heb je dan al de informatie binnen. Stel je hebt bijvoorbeeld de correspondent is klant van ons. Die krijgen echt honderden sollicitaties binnen. Zij gaan juist vragen stellen en een klein opdrachtje zelfs doen. Zodat in plaats van 200 mensen, 50 mensen solliciteren. Dat is een mooie voorstel. En die zijn ook dedicated. Die andere 150, die zijn die copy-paste motivaties bezig. Ja, ik zag dat zo zien, de slimheid en de gelijkheid, vind ik eigenlijk jullie dat ongelooflijk snel dat product hebben gemaakt. Ja, dat is gaan vaak toch een aantal... compliment aan het team, vooral. Maar we gaan natuurlijk vaak best wel veel iteraties overheen voordat je ermee live durft en voor het alle bugs zijn. Ik denk niet in dat we dat heel erg hebben. Hebben we het samen met een paar klanten gedaan ook? Nou, de beta-periode hebben we er zijn iets van 30 bedrijven hebben toen het al echt gebruikt, maar nog wel in een afgesloten beta-omgeving. Zij wel publiekelijk natuurlijk. Ik denk dat het heel erg scheelt dat Thomas en ik al 10 jaar lang samenwerken en heel erg op elkaar ingespeeld zijn, omdat we snel kunnen schakelen. Onze technische partner Bob is ook gewoon een hele talentvolle developer. En met z'n drie hebben we heel veel neergezet. En nu met z'n vieren zijn en ook iemand is die alles nog meer stroomlijnt, Jody. Dan zitten we in een heel snel... Ja, om met zo'n term agile omgeving te werken. Ja, maar super. Dat werkt heel fijn, ja. Hier kun je nog wel iets aan verbeteren. Ja, is nog niet helemaal klaar. Ja, maar kijk, we kunnen het ook wel heel aantrekkelijk maken om ons te vervangen, maar daar hebben we op dit moment geen belang bij. Nee. Dus we houden deze gewoon onaantrekkelijk. Hey, waar staan jullie over een jaar? Groeien. Internationaal? Nee, ik zei groeien. Goeie vraag. Ik denk... ik zou het heel leuk vinden als we dan in Europa meer voet in de grond hebben, zoals we nu hebben in Nederland. Dus
strategie is een beetje, omdat we daar ook een beetje enthousiast van worden en dat ook werkt in Nederland, is om de toonaangevende bedrijven in Londen en in Stockholm en in Kopenhagen en in Berlijn, om die eigenlijk home te laten zien. Vaak als we het laten zien, dan is het al soort van, ja, logisch, laten we het gebruiken. Ja. Je betaalt 19 euro per actieve vacature, dus het is ook best wel betaalbaar. En zo een beetje groter te worden. In juli, ja, misschien al een bezoekje naar New York of zo, om te kijken of daar wat voet aan de grond kunnen krijgen. Ja. Maar ik denk voor nu eerst volgend jaar. Wat denk jij, is cultuur nog een ding in sollicitaties? In recruitment? Ja, ik denk het wel. Als ik al kijk naar hoe dat in Amerika zit, zit heel veel legal gedoe aan. Dus daar zouden we nog een heel grote slag moeten maken. Vaak als onderdeel van sollicitaties heb je een formulier en daaronder nog een bijbel aan voorwaarden met equal opportunity, employment, zaken. Dus dat zullen wel dingen zijn waar we nog even goed moeten induiken voordat we daar naartoe kunnen. Ja, je hebt het al wel helemaal in het Engels. Het is wel helemaal in het Engels. Ja. Het werkt met creditcard. We hebben ook al buitenlandse klanten. Ik denk dat het nu 70% Nederlands is. Oké. 60, 70. Nou, mijn laatste vraag over het businessmodel heb je eigenlijk al beantwoord. Het is een bedrag per vacature wat mensen die het gebruiken moeten betalen. Ja, heel bewust ook niet op gebruiker, want anders dan heb je straf ik je als je... Maar dat betekent ook wel dat je het van het volume... Daarom, je moet wel echt volume gaan dragen. Ja, zeker. Onze kleinste klant heeft drie, vier vacatures en onze grootste heeft er 50. Ja. Toevallig uit Mumbai, een klant uit het niets, 50 vacatures online gezet en... Die zijn nu de grootste. Binder is volgens mij een van de grotere in Nederland. Dus dat is lange adem. Ja. Ja. Maar daar geloof ik wel in. Ja. Super spannend. Ja, leuk. Mooi, man. Ja. Hou het in de gaten. Ja, als je nog ambities hebt om presentator van topnames te worden, dan weet je dat het net weer een functie is. Mensen snel een screenshot maken van een link, dan... Het is een privé link, zie ik al. Even daarvoor, hè? Kan je ook bij jullie... stel dat ik nu wil van, oké, we hebben een presentator nodig, maar neem eventjes een videootje op. Kan ik dat ook vragen aan mijn sollicitanten? Ja, dat doen nieuwe klanten ook al wel. Nog wel... Het liefst willen we natuurlijk de feature bouwen dat je gewoon meteen op record kunt klikken als onderdeel van de sollicitatie. Ja. Nu zeggen klanten, doe het even via YouTube en stuur de private link in de sollicitatie. Maar uiteindelijk zou het heel tof zijn, dat willen we ook wel gaan doen. Dan zit je met hosting en kost veel geld. Ja. Om gewoon live dat je webcam aanspringt, dat je 10 seconden, 20 seconden een liedje mag zingen of een pitch moet doen, afhankelijk van... waar je voor solliciteert. Ja, super. Hey, hartstikke bedankt. Wie bedanken we allemaal vandaag? Stekel natuurlijk, de biersponsor, Bier & Co. Wat denk jij? Ja, dat is lekker, man. Dit. Ja. Ik weet niet precies... Stout. Oatmeal staat. Heel lekker. Ja, ik had nog een Budweiser. Budweiser is ook... Okay. Jij ging daar hierna nog wat drinken, toch? Of niet? Ja, absoluut. Okay. Ik ga 2ML, het bedrijf dat verzorgt dat de site van Fast Moving Targets goed gehost wordt. En Streamzilla uit Groningen, die er iedere week weer voor zorgt dat je live kan meekijken. Iedere dinsdagavond zijn we vanaf 9 uur deze maand. In ieder geval nog voordat we op zomerstop gaan. Dank jullie wel. Dag.